Welkom bij de VVV in Woerden. Nou, wij zijn sinds enige tijd hier gevestigd aan de Emmerkade in Woerden. Bezoekers kunnen bij ons terecht voor de allerleukste tips wat betreft uitjes in Woerden, hotspots, wandelingen en fietsroutes. Maar ook voor de bewoners hebben wij van alles te bieden. Wij stellen de leukste uitjes samen voor een dagje Woerden, maar hebben ook de leukste cadeautjes met streekproducten. En uiteraard mag de VVV cadeaubon niet ontbreken. Van 25 maart tot en met 23 april is er de thuiskunstroute georganiseerd door Kunst aan de Rijn. Een twintigtal kunstenaars laat hun kunst zien bij hun thuis. Of in de tuin, of in de vensterbank, of op een andere plek. Tussen deze adressen is een route samengesteld. Die is te downloaden via de site van Kunst aan de Rijn of via Beleef Woerden. De lente is weer in aantocht. Op 9 april organiseert het bierhuis een lenteproeverij. Er kunnen verschillende lentebiertjes geproefd worden vanaf de tap. Met een uitgebreide beschrijving kunt u ze proeven en testen wat de lekkerste is. Opgeven is niet nodig. U kunt gewoon 's middags naar het bierhuis gaan om de lekkere biertjes te proeven. Altijd al een ballet of operavoorstelling hebben willen bijwonen in Londen? Dat kan nu in Annex Cinema in Woerden. Op 12 april organiseren zij met een livestreamverbinding de voorstelling Assepoester. Een balletvoorstelling die u zeker niet wilt missen. Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u deze voorstelling bijwonen. Kaarten zijn te koop via de website of telefonisch of aan de kassa. Maar waarschuw u, het zal snel uitverkocht zijn. Elke zaterdag in Woerden op het Kerkplein is er de Streekmarkt. Van 9 tot 5 kunt u hier uw boodschappen doen van verse en eerlijke producten. Maak er een gezellig dagje uit van in het centrum, doe uw boodschappen en ga daarna nog lekker een rondje wandelen. Nieuw dit jaar, Woerders eigen foodtour. Leuk voor bewoners en bezoekers. U koopt een wandelroute, loopt langs allerlei winkels, waarbij u het verhaal hoort achter het Woerders eigen product en de ondernemer erachter. U krijgt overal wat te eten of te drinken of neemt iets in Woerden gemaakt mee. De wandeling is alleen online te reserveren via Stadshart Woerden of via Beleef Woerden. De verbouwing en verduurzaming van het Stadsmuseum is begonnen. Het museum zal de komende tijd gesloten zijn. Als alles volgens plan verloopt, zal het museum medio mei weer opengaan. In de tussentijd toch van Woerdense kunst genieten? Loop eens de gestelroute die door het centrum van Woerden loopt. Haal deze route op bij de VVV in Woerden.